een beer op de baan tussen jou en jouw grote droom. Tussen jou en jouw grote plan. Dat kan gebeuren. En soms overleven jouw dromen en jouw plan dat dan niet. En dat is ontzettend jammer, want jij verdient zo'n ongelooflijk lekker leven. Wat doe je dan? Stap 1 is weten dat dat kan gebeuren en waarschijnlijk ook zal gebeuren. Dus beslissen, als er zo'n beest tussen mij en mijn plan en mijn droom komt, dan ben ik klaar en ik heb mijn mouwen nu al opgestroopt. Dat is stap 1. Stap 2 is kweek honger. Ja, honger, waarom zou je dat doen? Wel om de boog van jouw verlangen te spannen, om dan achteraf als een speer weer terug vooruit te kunnen gaan, om de bal niet te laten vallen, zeg maar. Hoe doe je dat? Door 3 keer de H van honger in te zetten. Voor je hoofd, je hart en je handelen. Je hoofd, je blijft je doelen aan jezelf vertellen, opnieuw en opnieuw, en je maakt daar superlatieven voor. En je ziet jezelf het doen, die dromen en die doelen en die plannen. Je ziet jezelf dat doen, want er is niks zo sterk als een heel gedecideerde geest. Dus zo hou je je geest gefocust. 2, je hart. Krijgt misschien eventjes een klop, krijgt misschien eventjes van, daar ga ik weer. Dat is het moment om daar te zeggen, stop. Ik ga mijn emotie heel bewust zelf stuwen in de richting van de emotie die ik graag wil. Hoe voelt het om dat doel te bereiken? En hoe voelt het elke stap die mij dichter bij mijn doel brengt? Geef jezelf een ferme pep talk. En stap 3, je handelen. Er is altijd iets wat je kan doen. Dus hoe klein het misschien ook is, hè? Maar het is belangrijk dat je zo'n stapje zet. Stel, je wil gaan schilderen, maar ja, het is nog te vroeg, je kan je nog niet gaan inschrijven. Dan kan je al wel opzoeken van wanneer zijn de openingsuren, wat is het adres, wat gaat het kosten, wanneer zijn de lessen. Of je ligt eventjes strijken, dan kan je nog wel dingen opzoeken. Je kan mensen mailen, je kan bellen, je kan plannen maken, je kan dingen in je agenda steken, je kan je innerlijk huiswerk maken. Dus altijd iets wat je kan doen. Dus, kort gezegd, weet dat er beren zijn, verwacht een beer op je pad en wees er klaar voor, beslis dat. En 2, kweek honger voor je hoofd, je hart en je handelen. Waarom? Zodra die beren van de weg is, ga je terug als een speer vooruit. Helemaal fris in de richting van jouw doel. En dat gun ik jou zo. Trouwens, hou me op de hoogte hoe het ermee gaat. Ik ben heel benieuwd om ervan te horen.